Ja jongens, daar zijn we weer. Terug op de Bahama's. Stiekem toch wel een van de mooiste plekken op de wereld. Een prachtige eilandengroep midden in de Caribische Zee. Witte stranden en knijterblauw water. Het kan niet beter. Maar ik ben hier natuurlijk niet om vakantie te vieren. Ik ben hier om te duiken met mijn favoriete zeedieren, haaien. Want daar zit het hier namelijk vol mee. Hamerhaaien, tijgerhaaien, stierhaaien, citroenhaaien, zijdehaaien, maar natuurlijk ook Caribische rifhaaien. En die herinneren jullie misschien wel, want met die soort heb ik 2 jaar geleden een kleine aanvaring gehad, waardoor ik uiteindelijk de Bahama's met een traumahelikopter heb moeten verlaten. Maar kijk hoe goed mijn arm is geheeld. En ik kan inmiddels alles weer. Alleen heb ik nog geen gevoel in mijn huid. Maar als dat het ergste is, dan teken ik ervoor. En mensen vragen mij dan ook regelmatig of ik het na die haaienbeet niet eng vind om weer tussen de haaien te springen. Nou, ik zal jullie vertellen, absoluut niet. Dit is nu de 3e keer dat ik op de Bahama's ben. En ik heb al op tientallen andere plekken op de wereld met haaien gedoken. En elke keer doe ik het met evenveel plezier. Uiteindelijk is de kans dat je door een haai gebeten wordt echt ontzettend klein. En heb ik gewoon dikke, vette pech gehad. Haaien zijn er niet op uit om mensen te bijten. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat vindt geluidsman Bassie er eigenlijk van? Hey ouwe, heb je er een beetje zin in? Haaien. Zullen we niet gewoon eerst eventjes hier in de haven proberen? Hier in de haven? Ja? Nou, dat is misschien ook wel een goed idee, hè Bassie? Zie je geen haaien? Hey Bassie, hoe voelt dat? Warm! Top, ik kom erbij. Dit was Freek, vanaf de Bahama's. Bijna tussen de haaien. Later.